Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 4 september. Omgaan met emoties bij rouw. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Psalmen 42, vers 6. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. Mensen die een tragedie meemaken, worden vaak emotioneel onstabiel en moeten op de een of andere manier hun verdriet uiten. Ze kunnen onbeheersbaar huilen en de tranen of gevoelens kunnen komen en gaan wanneer je het minst verwacht. Verwarring, boosheid, angst, depressie en golven van overweldigende gevoelens komen vaak voor. In zulke tijden geloof ik dat het wijs is om naar koning David te kijken. In Psalmen 42, vers 6 zien we dat toen David zich depressief voelde, hij zich hiertegen verzette. Hij wilde er niet in wegzakken of zinken in de put van wanhoop. Hij beschreef hoe het voelde, maar nam het besluit om niet zijn leven door zijn gevoelens te laten leiden. Hij ging God prijzen en vertrouwen. De meeste van ons gaan door emotioneel moeilijke tijden wanneer er een tragisch verlies optreedt en we moeten onszelf die tijd geven om te rouwen. En als we door het proces heen gaan, wil God ons troosten en ons de genade geven die we nodig hebben om er doorheen te komen. Degenen die in geloof samen met God deze weg gaan, zullen er beter uitkomen dan toen ze erin gingen. Als je op dit moment pijn en verdriet hebt vanwege een verlies in je leven, dan wil ik je zeggen dat er een nieuw begin voor je ligt. Vertrouw en prijs God zoals David deed. Waar Satan bedoelt om jou te schaden, kan God dit omdraaien voor jouw bestwil. Voel je vrij om met mij mee te bidden. Heer, zelfs wanneer ik rouw en depressief ben, wil ik u prijzen en op u vertrouwen. Zoals Romeinen 8 vers 28 zegt, ik geloof dat u alle dingen voor mij laat meewerken ten goede. Amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je. En tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube-kanaal.